Dit is het RTI Nieuws van maandag 25 januari met vandaag. Beeld en geluid, meeste stemmen. 1 euro per inwoner voor Haiti. Enquête voor Alzheimer buurtcentrum. Arginet, de architectuursite van Nederland, heeft 11 gebouwen met opvallende architectuur genomineerd voor de verkiezing Gebouw van de Jaren 0. Het Hilversumse Instituut voor Beeld en Geluid was een van de genomineerden. Beeld en Geluid heeft de meeste stemmen behaald voor de verkiezing Gebouw van de Jaren 0. Behalve de grote steden Amsterdam en Rotterdam heeft ook Hilversum zich van haar beste kant laten zien door Haiti te steunen met 1 euro voor iedere bewoner. Na een grote inzamelingsshow op Nederland 1, RTL 4 en SBS 6 werd het ingezamelde geld verdubbeld door minister Koenders naar ruim 83 miljoen euro. In het Alzheimer Café kunnen mensen met dementie maandelijks terecht voor hun vragen aan de hulpverlening. Er is gebleken dat er ook behoefte bestaat voor meer welzijn onder dementerende ouderen. Middels een enquête wordt nu bekeken of er genoeg draagvlak is voor een Alzheimer ontmoetingscentrum. Dit centrum zou minimaal 3 dagen in de week open zijn voor mensen met dementie, maar vooral ook voor hun mantelzorgers, vaak een partner of familie. Zij kampen met een jarenlange intensieve zorg. Als mensen vanaf het moment dat mensen te maken krijgen met dementie, duurt het gehele proces gemiddeld 9 jaar. Het is natuurlijk heel erg wisselend per situatie. Maar je zou gemiddeld kunnen zeggen, hebben mensen 7 jaar te maken in het hele ziekteproces. Nou, wat het voor de omgeving betekent, dat is heel indringend. Dat kun je met geen pen beschrijven, want er staat zo nu en dan wel eens een artikel in de krant. Onlangs nog, je bent 24 uur maal 365 dagen per jaar bij je mantelzorger. Het is geen mantelzorger, is geen bezigheid van 's morgens 8 tot 's avonds 5. Dus het is heel, heel, heel indringend. En wat we nu zien de laatste tijd is dat de wachtlijsten voor de dagbehandeling enorm toenemen tot bijna wel een half jaar. En dat betekent omdat mensen heel lang zelf zeg maar, met de situatie thuis omgaan. En pas heel laat in het traject, hè, dicht tegen die 6 jaar aan, zeg maar, dat ze al thuis samen zeg maar, die situatie proberen goed te houden. Pas heel laat gaan zoeken naar zorg. En op het moment dat ze dan zoeken en eigenlijk die stap nemen, en dat is heel vaak al het moment dat eigenlijk de situatie al geëscaleerd is, en bijna niet meer kan thuis, dan hebben ze ook nog weer eens een wachtlijst, hè, van bijna een half jaar voor die dagbehandeling. En het is heel belangrijk om te zorgen dat je die mantelzorger instrumenten in handen geeft om de ziekte goed te kunnen hanteren en de juiste methode weet om dat te begeleiden. Het ontmoetingscentrum, dat is een initiatief wat wij nu willen realiseren in het Gooi in omstreken. Want er zijn iets van 50 ontmoetingscentra in het hele land, maar in het Gooi is er geen één. En een ontmoetingscentrum zal een centrum moeten zijn wat heel laagdrempelig is, waar je makkelijk binnenloopt als je vragen hebt of ondersteuning zoekt als je met dementie te maken hebt. Hoe voorkom ik dat ik in die situatie terechtkom? En dat zou best een instrument kunnen zijn wat je in zo'n ontmoetingscentrum, pratende met elkaar, dat steeds duidelijker wordt van hoe zie ik dat, wat zie ik dan. Dus voor het probleem uit helpen. En ik denk dat daar zo'n ontmoetingscentrum, zeker dat het laagdrempelig is en zeker omdat als het in onze gedachten moet daar toch het vlaggetje welzijn op staan. Niet zozeer zorg, maar welzijn. En dat is het natuurlijk in het begin ook al. En dat werkt ook drempelverlagend op een gegeven moment. Niemand, als je naar het ziekenhuis toe moet, dan mankeer je wat. Maar als je naar een welzijnsinstelling, net als dit hier gaat, dan kun je voor alles kun je hier terechtkomen. En je bent niet gelijk geëtiketteerd, want dat vindt men toch een beetje naar. Dat men zegt, ja goed, hij is dement aan het worden, want zo vertaalt men dan het natuurlijk. Terwijl het daar lang nog niet is, terwijl die zorg daaraan vooraf moet gaan. Wat er in een enquête staat, wat wij vragen aan mensen is om aan te geven eigenlijk welke steun zij zouden willen hebben als zij te maken hebben met dementie. Het gaat om praktische steun, emotionele steun of sociale steun. En de tweede vraag die we hebben is van als wij een ontmoetingscentrum starten, waar zou u dat dan willen dat gebeurt? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die wij vragen in die enquête.
En wij houden die enquête juist omdat wij graag willen weten, want wij denken dat er een vraag en behoefte is, maar we willen dat ook graag toetsen. We willen ook graag horen van iedereen die in die situatie zelf zit, willen wij van horen van nou ja, wat wilt u en is er echt die vraag? Dus ik zou ook echt iedereen willen vragen van vul die enquête in als u hem heeft gekregen. De mensen die nu vanuit Alzheimer Nederland een nieuwsbrief ontvangen, die heeft hem ook ontvangen. Dus ik zou echt willen vragen, neem even de tijd en moeite om die vraag in te vullen en die enquête op te sturen. En anders kunt u hem ook vinden bij alle loketten bij de gemeenten. In ieder geval in Naarden en Bussen, Hilversum en Huizen. Mirjam Westen geeft een lezing over vrouwelijke kunstenaarschap. Zij is werkzaam bij Museum Moderne Kunst in Arnhem en komt speciaal naar Hilversum voor een boeiende avond in Museum Hilversum, waar ook vanaf 7 uur Gooise vrouwen in de kunst te bezichtigen is. Vraag van de week. Moet er in Hilversum een plek voor jongeren komen? Ik ben echt voor. Je bent voor? Ja. Ja, ik vind dat de jeugd, als ze problemen geven, moet het opgelost worden. En er zijn misschien kinderen die toch het thuis niet helemaal kunnen vinden. Of misschien ook wel, maar jeugd zoekt toch iets. Ik zou ervoor zijn. Een eigen locatie en ook meer met hun bemoeien. Ja, probeer hun wat handvaten te geven, zodat zij goed om kunnen gaan met hun vrije tijd. Nou, zelf zorg ik volgens mij niet zoveel overlast. Dus voor mij zou het niet per se hoeven. Maar ik dacht dat in Kerkelanden al de keet was. Nee, maar kijk, jongeren, als ze s'avonds wat willen doen, dan gaan ze toch wel wat doen. Het maakt niet uit of iemand het georganiseerd heeft of niet. En als er iets georganiseerd is, dan gaan ze er alleen maar heen om het te verpesten. Maar ik vind ook dat de gezinnen de kinderen ook op moeten vangen.